Ja, dat kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En het is tijd voor Kingdom 2, oftewel Kingdom Malzahn. Ik ben hier met drie andere Malzahnen. Eentje is Loco Marton. Groet. Hallo, Max en al Gamer, die kennen jullie natuurlijk wel. Hoi Max. Ja, groet. Gamer met Max, ook van Mindtopia van de vorige video. En hier bij Soudrood. Hallo Soudrood. Gegroet. Gegroet. Nou, in ieder geval, we gaan vandaag werken aan een basis. Vorige keer was ik in mijn eentje begonnen. En zoals jullie konden zien, zoals ik nog al zei, ik was echt een noob in Kingdom 2. Ik was op een gegeven moment zelfs bezig aan het bouwen in neutraal gebied. En toen hebben deze boys zich verdeeld. Dat is niet slim. Kom lekker bij ons. Nou, nu maken we een eigen basis. Gaan we hier bouwen. Gezellig. En ja, dat is hier. Nou, Max, zullen we een beetje even iedereen zo even kijken wat we allemaal hebben dan? En wat moeten we doen? Nou, als eerste ga ik even naar boven toe. Kijk, wat handig is altijd bij je base. Dus ik ga eerst even de donaties doornemen. Want wat gaan we doen hier, dit is in deze base, gaan we iets doen, dat heet een donatiehopper. Oftewel, als jij wil helpen met mijn serie, of mij wil helpen in Malzahn überhaupt, kan je lekker hier naartoe komen, dan kan je hier naar beneden toe gaan, en dan heb je hier de Rotjoch, je donatiehoppers. Donatiehoppers, dan kan je gewoon shit erin gooien. Stel je voor, jij hebt Iron Ingot dat je mij kwijt wil, pomp het lekker hierin, bang. Oh, wacht, ik heb de knopje bij mij is F, weet je, dat is super irritant. Maar, pomp je het hierin, en dan kan ik het later, kan ik het komen ophalen. Donatiehopper, dus dat is hartstikke fijn voor mij, zeg maar. Dus dat is dan hoe dat gaat. Nou, er staat dus bij, niet grieven, niet stelen, want het is een ban. Zoals ik gisteren al verteld heb, grieven en stelen en zomaar bouwen op andermans gebied, of het gebied wat niet mag van Quinten, is een 100% ban. Dus doe het niet, denk niet. Ik kom even hier naartoe en ik pak even wat uit die hoppers, want dat gaan we delen met z'n allen. Nee, doe dat alsjeblieft niet. Als je dat doet en we komen hier koïën en we zien dat je het gepakt hebt, ben je helaas geband. Toch? Ja. Dat is een van de belangrijkste regels in Kingdom. Nou, goed, we gaan lekker naar boven. Dan ga ik even jullie de coördinaten geven. De koords. Want ja, het is best wel diep onder de grond trouwens, man. Holy moly. Ja, ja, maar geef jullie dus de koords. Iedereen mag hier naartoe komen. Je mag hier gewoon naartoe komen. Maar één, twee dingen. Ga niet lastig doen. Ga ons niet lastig vallen. En ja, blijf van die donaties af. Je mag hier doneren als je het leuk vindt. Maar that's it. Oh, kijk. Het zit zelfs, Max heeft zelfs aangegeven waar het precies is. Hoppa. Nou, je ziet hier een klein huisje. De koorts zijn, F3 gaan we drukken. De koorts zijn, precies zijn, dus 4891 en min 2325. Je ziet hier linksboven in beeld staan. Hier staat het, hier staat het, hier staat het. Niet te missen. Nou, op die manier dus. Oké, okay, wat belangrijk is van een base is, zorg ervoor dat niemand makkelijk binnenkomt. Je ziet hier rechtsboven in beeld, het heet influence. Met influence kan je bouwen, op andere, bouwen en blokken weghalen op andermans land, right? Ja. Ja. Ook deuren openen kost. Hoeveel influence weten jullie dat? 150. 200 volgens mij. Of? 150. Deur kost 150 volgens mij. Een trapdoor volgens mij 200, zoiets. En blokken slopen kost 200 influence. Dat bedoel ik. Dus om dit al te openen nu, tijdens wat Max is gemaakt heeft, kost eerst 150. Nou, dit is 200. Nou, dan ben je weer 350 verder. Dan ga je naar beneden toe. Bang, bang, gang. Gaan ze als ze ons willen reden. Dan heb je hier toch twee die je minimaal moet openen om binnen te komen. Bam. Dus dan ben je ongeveer 1000 influence verder en dan ben je pas binnen. Heel veel punten om zo'n deurtje te openen, right? Waar is het ding dan weer? Waar is Soudrood? Nou, ik ben hier nog op de ladder. Je kan springen in het water. Zo. Maar oké, dat is het belangrijke van de base. Dus als je een basis gaat bouwen voor jezelf, doe het op deze manier. Want dat kost gewoon heel veel influence om te openen. Nou, gaan wij even lekker kijken, want Max had wel al gezien dat hierachter... Ja. Waar is mijn shovel, maat? Ik wil mijn shovel kwijt. Oh, is hier. Hierachter zat een spanner, right? Kijk. Kijk, je bent een spanner. Je kunt een XP spanner farm van maken, toch? Ja. Ja, ja. Dan je hoeft alleen maar blokken te plaatsen en water, dan heb je al een grinder. Alright, misschien is het leuk als de base is. En we hebben tijd dat kijkers die dus eigenlijk niks hebben in Malzahn, dat ze dus welkom zijn om hier, als ze het nodig hebben... Dat ze lekker, toch wel kunnen grinden voor XP. Dat jullie toch wel een reden hebben om hier te komen. Oh, kijk, hier is trouwens een heel ding achter, jongens. Oké, nou, wat belangrijk is ook natuurlijk minen. Want we hebben spullen nodig, dus gold is nodig. Noem het maar op, au. Potverdikkie, en meer hebben we nodig. Even kijken, wat is nog meer handig om te maken? Ik denk dat we een tweede kamer moeten maken. Want in een tweede kamertje kan je dus zorgen voor een, hoe heet zo'n ding? Enchanting room. Dus ik denk, enchantment table. Dus ik denk dat we het gewoon maken, letterlijk, een kamer hiernaast. Maar één gangetje door. Of wil je één gewoon. Ja, doen we maar twee. Dan kunnen we ook gewoon weer een extra deurtje tussendoor maken, weet je? Ja. Zoveel mogelijk deurtjes maken. Dat als je geraid wordt door bijvoorbeeld een Hivar. Want Hivar is degene die meestal oorlog hadden vroeger, Malzahn. Ja, ja, dat is onze. Ja, Tilivia. Belangrijkste. Eredon. Zijn nu heel sterk ook.
Nou, in ieder geval, als ze er komen, dan moeten ze in ieder geval zoveel mogelijk deurtjes openen. Voordat zij iets, ja, voordat ze echt iets kunnen slopen. Voordat ze iets kapot kunnen maken. Dus als ze echt die Enchanting Table willen, nou, dan moeten ze dus echt een paar dingen slopen eerst. Bang, bang, bang. Als goed zien jullie ook allemaal diamonds, maar jullie dragen geen diamond. Waarom is dat? Ja, klopt. Ja, ik weet niet. Nou, je hebt prot 4, dat moet je maken voor de oorlog. Prot 4 armor, dat is het best. En als je dat nu gaat dragen, je komt zombies tegen en dat damaged het. Dus ja, dat heeft eigenlijk geen zin. En je wordt door de week kan je niet aangevallen worden. Enkel op de zondag. Oh, dus, oké, vanaf nu, oké. Ik heb alleen Anarchy gespeeld. Dus lees zondagoorlog iets wat belangrijk is. Ja, hey, en hoe laat is zondagoorlog altijd? Meestal rond 1 uur. Meestal rond 1 uur 's middags, oké. Ja, middag. Er is wel iemand geweest in zijn mine al, maar dat geeft niet. We doen het ook niet op de mine hier. Ik denk dat we dit gewoon dicht gaan gooien. Dus even kijken. We doen wel cobblestone weer tussen. Heel goed, Martin. Bang, 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 gang. Dan gaan we het weer dicht gooien. Maar dus inderdaad, zoals je hoort, elke zondag is er een oorlog. Elke zondag bijna, toch? Ja, ja, meestal wel. Maar wanneer hebben wij oorlog of heeft dan iedereen oorlog? Iedereen. Is dat tegen elkaar dan door elkaar heen? Of is zeg maar, wordt gezegd dat Tilivia tegen Eredon, jullie gaan daar. En Malzahn en Hifar, jullie gaan daar. Nou, dat verschilt. Vroeger was het de mensen zo. Soms is het een, bijvoorbeeld Malzahn gaat tegen Doc, Tilivia tegen Eredon en Hifar gaat tegen Adamantium. Of het is soms 3-3. Het verschilt echt elke keer. Ja. Oké, ja, dus maar er wordt wel bepaald zeg maar wie tegen wie gaat en dan waar wordt ook bepaald, of niet? Ja, klopt. Zondag met Empire. Oké, zondag was het met Empire, dus vandaag. Helaas is dat niet doorgegaan. Dat is zonde. Zonde, helaas. Want Empire die loopt ook rond hier voor degenen die het niet wisten. Dus ook Empire moet je mee roleplayen als ze komen. En net als in Kingdom 1, geen grote back tegen Empire, want je zult sterven. Als je dat doet. Gisteren was Ragkratis was even losgegaan en Ragteros. Waarom met z'n tweeën? Die hebben echt zoveel mensen vermoord, joh. Hè? Dat is echt ziek, man. Ja. Echt heel ziek. Even kijken, wat we ook kunnen maken is eventjes een kamertje ernaast weer. Ik denk dat we die naast die enchanting kamer doen. Dat we hier... Oh, wacht. Ik ga hem even open. Want dan kunnen we hier een enchanting tafel... Hier een kamertje maken met allemaal eigen lockers. Met iedereen een eigen kist. Ja. Dat is wel heel erg handig, want ja... Als je gaat spelen in een base, zorg ervoor dat je gewoon je eigen kisten hebt. Inderdaad, spreken met elkaar. Wat regels af, als in, jullie mogen delen wel alles of we delen niet alles. Ieder zijn eigen kist. Blijf uit elkaars kist. Van elkaar jatten is gewoon not done. Want zoals ik verteld had, grieven binnen eigen kingdom, dat is gewoon not done. Doe je dat, dan word je echt gepermband. Doe het niet. We hebben mensen al geband zien worden. Het is pas 2 dagen open en er zijn al zoveel mensen geband. Het is niet normaal. Ik ga niet X-rayen. Ja, ga niet X-rayen, want ze pakken je echt. Ze pakken je echt en dan ben je gewoon echt de lul. Wat zou ik doen met DDG? Ze willen niet... ze gaan niet op je computer checken. Ze gaan je niet screensharen bij DDG, bij Kingdom 2. Wat ze gewoon hier doen is heel simpel. Ze zien dat gangetje. Dat jij de hele tijd toevallig op Diamonds afloopt. Dus als jij een bug abuse gebruikt, dat doet het maar ook niet. Dan word je geband. Zo simpel is het. Dus, alsjeblieft, ik waarschuw je nu kijkers. Ga niet X-rayen of bug abusen met F3. Niet zeggen, ja, ik doe dat F3D. Nee, dat doe je niet. Je doet het gewoon... Je bent aan het X-rayen of je bent aan het cheaten. Weet je? Gewoon niet doen. Hoppakee. Oké, hier is Iron. Even kijken hoor. Dan gaan we wat kisten moeten hebben. Heb jij nog hout? Ja, ik heb hout. Even kijken hoor. Ik heb hout. Jij hebt hout. Oké, top. Top. Hebben jullie ook allemaal dingen natuurlijk? Hoe heet ook weer die shit? Die met die XP... Nou, hoe heet het nou? Met die waypoints. Foxtom map. Dat heb ik wel. Het is super handig. Waardoor je inderdaad dus punten op kan schrijven. Dus vanaf hier kan ik zo zien waar ik als ik naar Malzahn spawn moet, waar ik heen moet. Mijn base kan ik ook zo zien. Die zat altijd hier. Dat is echt niet te missen. Dus ja, dat is dus heel erg chill. Oké, we hebben dus... hier gaan we een enchanting table komen. Een enchanting room gaat hier komen. En ik wil hem best wel openbaar maken. Dat mensen die enchants nodig hebben, dat kan je ook op de spawn doen, toch? Ja, dat kan je ook bij spawn doen. Kan je ook bij spawn doen. Kan ook enderchesten. Daarom zou ook enderchesten. Dus dat is hartstikke chill. Dan heb je hier dan de donatie hoppers. Moeten we nog een farm? Een farm moeten we maken. Voor wat? Eten? Gewoon voor sugarcane. Want van sugarcane kan je... Boeken. Nee, kan je papier maken. En 9 papier en een... Leather. Crafting table. Nee, dat is een soort van ding dat je kan maken. Kingdom 2, 9 papier en een crafting table is 1 boek. Net zoals als je een redstone blok hebt en je doet die in het midden van een crafting table, krijg je een stack steak. Oh ja. Crap. Heeft iemand de redstone bij zich? Nee, toevallig niet. Oh shit man. Ja, dat is inderdaad zo als je redstone hebt, een redstone blok, dat vind ik heel leuk.
Daarom heb ik zoveel eten. En dan moet je de rest van het blok moet je, en blokken maken en deze doen, de rechtsonder in de crafting table. Nee, in het midden. In het midden van de crafting table en bij jezelf rechtsonderin. Rechtsonder, ja. Bij jezelf eronderin, in je crafting bar. Dan komt er een stack steak uit voor één blok. Dus dat is heel erg veel. Dat is super chill. Nou, boys, ik denk dat we even naar de spawn gaan. Laten we zien hoe het eruit ziet. Dan kan je zien wat je daar eigenlijk kunt doen. Dan weet je ook de weg. Nou, kom maar Loco Martin. Hippa, hoppa, hoppa. Vergeet niet al die dingen achter je dicht te doen. Het is de Rotjoch Base. Je mag hier komen. Je bent hier welkom. Je mag hier doneren. Je mag hier zelfs, als het moet, XP farmen. Probeer het niet te veel te doen. Maar heel simpel, als wij komen, dan moet je natuurlijk ruimte maken. Het is natuurlijk onze base. Nou, je spreekt hier het water. Dan kan je gewoon naar beneden. Het is niet te missen. We gaan laten zien waar het is. Oké. Okay. Oh, ik doe wel. Oké, ja, mooi. Mooi. Goed, zoals je ziet, ik heb die Fox op map. Dan kan je gewoon kijken. Daar is spawn. Dus letterlijk één rechte lijn heb ik gedaan speciaal. Dus dat je echt richting het zuiden gaat. Dus in de spawn staat, loop je recht op mijn base af. Bij het water. Het is eigenlijk niet te missen. Het is gewoon echt door 300 of 450 blokken in totaal ervan af. Of 400 was volgens mij. 425, zo weet ik veel. Het is echt heel makkelijk te doen. Het is gewoon lekker rechtdoor lopen en dan ben je er weer. Ik weet ook wel of mijn pickaxes alweer gaan repareren, jongen. Ongelooflijk. Hoeveel mensen zijn nu online eigenlijk? Kijk hoeveel mensen Kingdom Slash list. Hifar 53, ouwe. Oh my god. Malzan heeft 49. Dus Malzan doet het ook weer lekker. In ieder geval, jongens, als jullie kijken, join Malzan, hè. Ik ga trouwens kijken, die whitelist die ik moet weggeven nog. Ik ga vandaag kijken in de comments ook. Dan kijken wie er gewonnen heeft. En dan gaan we gewoon iemand uitzoeken die, ons zou kunnen versterken in Malzan. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Als we je een whitelist geven en dat je tegen ons gaat keren. Dat zou ik heel kut vinden. Dus we gaan lekker iemand zoeken. Jongen of meisje, het maakt me allemaal niet uit. Ik ga gewoon kijken in de comments meteen morgen. Of meteen. En morgen dan weet diegene of je gewaardeerd is, ja of nee. Dan reageer ik op je comment. Dus als je gecomment hebt in de vorige video. Laat me even weten of je het gedaan hebt. Dan kan ik inderdaad even kijken, dubbelchecken. Van, hey, ja, is goed, ik zie het. Je hebt twee keer gereageerd. Dus je wilt wel heel graag in Malzan. Dan ben je welkom. Oké, dus gewoon echt doorlopen. Hey, wat de hel? Mijn eten is niet bijgekomen. Daarom. Ik dacht, ga lekker eten. Ineens van eten is niet bijgekomen. Het duurt heel lang. Ja, af en toe een beetje lag. Af en toe is het een soort blok lag, waardoor je eten heel lang kan duren. Thanks. Thanks, Sam. Ja, jongens, dit is de legendarische Sam, hoor. De legendarische Soudo Boys. Nou, dit is de Malta Span tot nu toe. Het is niet veel. Het kasteel wordt nog gebouwd. De kastelen moet je ze ook zelf bouwen. Ja, hier zijn ze dus mee bezig. Je ziet het. En wat is het eigenlijk allemaal? De food hoppers. Ik denk dat mensen die honger hebben. Nou, gewoon Jelte loopt hier. Kill Aura, leuk man. Al die mensen, hier heb je... ik heb er al eens één Notch Apple al gekregen gisteren. Ik heb nog twee blokken gold image en de chest. Ik heb hier de... Ja, je kan hier gewoon letterlijk alles pakken wat je moet hebben. Bouwen is niet toegestaan zonder toestemming. De regels een beetje. De regels van Kingdom Master 2. Lees op het forum algemene regels van Kingdom. Dus doe dat ook even. Luister naar je koning of hertog. Dit is verplicht. Als je dat niet doet, word je geband. Je bouwen is niet toegestaan zonder toestemming. Dat mag niet liever of stelen van andere spelers. Aan andere kingdom betreden mag niet zonder toestemming. Je mag niet zomaar naar Hivar of naar wat dan ook. Dat dus. En wat is hier beneden? Dit is de hertogen. De hertogenopslag. De hertogenopslag. Ik ga daar maar hier niet in. Hier heb je een redstone blok uit ervoor. Oh ja. Wacht ervoor. Hertogen koekje voor mij is ook online. Hertog een koekje voor mij. Ja. Thomas natuurlijk van oud is natuurlijk van Tixa. En je hebt natuurlijk ook Quinten, oud Tixaan. Dus daarom, meeste van Tixa, dus Urmi, Bilbaars, die zitten nu ook hierbij. Daarom ben ik ook Malzan gejoined. Even kijken, waar is een crafting table? Ah, hier. Nou, check wat je dus doet. Je gaat naar een crafting table, druk je in het midden. Je ziet het, een hele stack met steak. Banga. Ik wil even met wat steak in de chest ook. Ik had eten erin. Ja, zo easy kan je dus wel aan eten komen. Dat vind ik wel echt een hele chille feature trouwens, hoor, van Kingdom 2. Ja, alles is ook rippen met eten, want eten is best moeilijk te krijgen. Er zijn weinig dieren en zo. Daarom, dus daarom is het een stuk beter. Ook lag, minder lag of zo. Het is super slim gedaan. Nou, je kan hier dus enchanten, dus speciaal bij ons enchanten hoeft niet. Je kan hier ook doneren aan de waited, aan de koning. Dat kan, je kan ook gewoon aan mij doneren dus. Dus ik zou zeggen, zeker doen. Boys, alvast jullie bedankt voor het meedoen. Geen probleem. In de volgende video zie je onze base, hoe het een stuk verder is natuurlijk. Want we gaan natuurlijk offline gaan, we zorgen dat al die dingen zijn die er moeten zijn. En that's pretty much it. Lieve kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even een duimpje omhoog achter als jullie het leuk vonden. En ik zie jullie graag aan de volgende video. En ja, je bent welkom in Malzan. Neem een kijkje op Max' kanaal. Game met Max. En dan zie ik je in de volgende video. Later was ziens. En natuurlijk, peace.